En vandaag gaan we op pad naar een hele leuke station, namelijk de Skoda Octavia RS. En dan hebben we het niet over de hybride variant, maar de 2 liter grote 245 pk sterke Octavia. Zat hier achter mij, we stappen snel in, we gaan lekker op pad. Ja, de kenners onder ons zullen het al wel zeggen. 2 liter TSI, dat is een standaard in de Octavia RS. Dat is zo, dat is altijd wel zo geweest. Maar bij deze Skoda Octavia RS variant, de nieuwe versie, is hij in Nederland alleen geleverd met een 1.4 hybride aandrijflijn. Ik zal trouwens het dak even dicht doen, want anders hoor je er ook niks van. Ja, die 2 liter TSI, 245 pk, oftewel hetzelfde blok als in de Golf GTI ligt, is niet geleverd in Nederland. Ja, deze is natuurlijk wel in Nederland staand. Wij hebben hem nu te koop staan. Maar hij kon er alleen aankomen door hem eigenlijk aan te kopen in het buitenland. Om hem in het buitenland te bestellen of te importeren. Zoals bij deze ook gebeurd is. Ja, dat maakt hem wel heel erg leuk. Eigenlijk is de Octavia RS die eigenlijk in Nederland leverbaar is geweest, de 1.4 hybride, is eigenlijk te vergelijken met de Passat GTE. Dat is ook hetzelfde blok, zoals hier hetzelfde blok als de GTI in ligt. Ja, dit is natuurlijk voor de puristen wel de auto, de Octavia die je moet hebben. En wat is dit toch een enorm leuke auto. Het is wel een speciale auto. Want als we het alleen al over het exterieur hebben, is de kleur die alleen op een Octavia RS te bestellen is. Op een standaard Octavia is hij niet leverbaar. En dat maakt hem wel heel erg gaaf hoor. Dit is wel een auto die lekker ruim is, lekker sportief. Vaak zie je natuurlijk die 2 liter V-cylinders met meer vermogen in een hot hatch. Maar het is een station, goede combi. Lekker ruimte, een leuk rijplezier en fantastisch afgewerkt. Ja, zoals ik al zei, is het natuurlijk prachtig afgewerkt. Als je die auto instapt, heb je al meteen het gevoel dat je in een premium, maar ook een hele sportieve auto zit. Natuurlijk, het verdikte, afgevlakte sportstuur, wat echt heerlijk in de hand ligt. Flippertjes erachter natuurlijk. En die gave kuipstoelen. Die kuipstoelen met een geïntegreerde hoofdsteun, met natuurlijk het RS-logo in de zitting geïntegreerd. Ja, en als je dan voor je kijkt, natuurlijk een groot digitaal cockpit, die helemaal naar wens in te stellen is. Een groot navigatiescherm daarnaast. En het dashboard ingelegd, ja, met een carbon look. Met daarboven ook nog eens afgewerkt Alcantara. En dat maakt het wel heel erg gaaf. Ook al die rode stiksels die erin terugkomen. In het exterieur zie je natuurlijk die lijnen en ook het logo natuurlijk. En de remklauwen. Maar het interieur is ook heel erg mooi samengesteld. Hebben ze toch wel heel erg goed gedaan bij Skoda. En zo maken ze die Octavia RS wel weer heel helemaal af. Helemaal zoals die hoort te zijn. Eigenlijk heb ik geen op- en aanmerkingen wat ze eigenlijk zouden kunnen veranderen. We gaan lekker even een stukje rijden. Lekker even toeren. Want dit moet je natuurlijk wel weer voelen en ondervinden. Dat is altijd wel weer leuk. Nou, wat trek je toch geweldig door. Ik zeg 245 pk. Hetzelfde blok als van de Golf GTI. Ja, en als je dan zo rijdt over die dijkwegen, jongen. Voor een station, hè. Heerlijk, hoor. Je hebt natuurlijk allerlei verschillende modes. Momenteel rijden we in de sportmode. Dat maakt ook het meeste lawaai, zo hoor. Ja, fantastisch zeg. Wat een auto. Oh. Verkeer. Ah, dit hebben ze super gedaan hoor, bij Skoda. Wat een wegligging. Ik hoop dat jullie het op beeld een beetje meekrijgen, want dit is ook niet een auto die je alledaags even uit de voorraad pakt. Het is voor ons de eerste keer dat we deze variant hebben, dus. Ja, dat gaat als een plek hoor. Oh, bochie. Tegenliggers. Ja, dit is wel een plezier om te rijden. Kijk, nu trappen we natuurlijk flink door.
Maar naast het hele sportieve rijden kan je hem ook nog gewoon heel comfortabel rijden. Allerlei verschillende rijmodi's. Overigens is het geluid dat jullie horen niet het geluid dat hij buiten produceert. Natuurlijk, hij produceert wel wat geluid. Wat nu echt de overhand heeft, is het geluid van de speakers. En dat is natuurlijk wel het nadeel wat de laatste jaren vormt. Al die auto's tegenwoordig die normaal leuk geluid produceren zijn, ja, door die partikelfilters uitgerust. Dat wordt ook al moed tegen uitstoot. Maar het maakt de rijbeleving er zeker niet minder om. Wat een geweldig ding zeg. Ik ben heel benieuwd als jullie zouden kiezen in plaats van Octavia RS. Er zijn natuurlijk genoeg auto's die de ruimte hebben, maar hebben die ook het rijplezier wat deze auto biedt? Ik geef het een dikke duim omhoog. Ik hoop dat jullie dat ook gaan doen onder deze video natuurlijk. Vergeet uiteraard niet te abonneren. En laat gerust in de reacties weten wat jullie zouden doen. Voor nu zeg ik, tot ziens!